Leuk dat je kijkt naar mijn vlog over de Grazia Health Challenge. Mijn naam is Emma en ik ben marketingcoördinator bij Grazia. En ik ga jullie via deze vlog meenemen op mijn avontuur van de Grazia Health Challenge. Nou, we kunnen wel stellen dat ik zo'n gevalletje ben, er kunnen nog wel wat kilo's vanaf. En daarom ga ik tijdens de Health Challenge trainen bij High Studios. Dat is een high intensity boutique studio in Amsterdam. En dan ga ik 4 keer per week trainen, 45 minuten lang. Word ik helemaal afgemat en afgebeuld. Het is een mix van cardio en een mix van krachttraining. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. En daarnaast heb ik van High Studios ook een voedingsplan gekregen. Met Food to Ditch en My New Best Friends. En dat is in een notendop eigenlijk alles wat rent, vliegt of zwemt. Aan een boom groeit of uit de grond komt. Dus veel vlees, kip, vis, ei, groenten. Heel veel groenten. Dus ja, geen tijd meer voor wijntjes, ook geen chips en al die lekkere dingen, die zou ik de komende tijd moeten laten staan. Maar ik heb het er wel over, ik heb er heel veel zin in. En nou ja, met deze vlog ga ik jullie meenemen en laten zien hoe het eraan toe is gegaan. Goedemorgen, rise and shine. Ik ben nu onderweg naar High 45, het is 6:30. En vandaag heb ik zo'n moment dat ik denk, ja, dit mag wel even op de vlog. Ik heb namelijk bedacht dat ik 5 keer per week ga trainen. Deze week alleen hoor. Ik ga kijken of ik dat ook volhoud. Maar ik zat gisteravond op de bank en ik dacht gewoon echt van, ja, wat ga ik morgen doen? Vanavond weer niks gedaan. Wel die ochtend hoor. Maar toen dacht ik, ja, ik ga gewoon nog een keer. Kan mij het schelen. Ik heb hem altijd maar weer in de pocket, weet je. Dus nu onderweg en neem jullie weer mee. Ik zal ook even de kleedkamer laten zien. Kom hier binnen. I just want to get high. Runners high. Dan komen we hier in de ladies. En het ziet er allemaal super fijn uit. Clean, overal Marista en Maris producten. En ik ben de eerste vandaag. Dus ik heb er vast een kluisje in genomen. En douches, overal Marista en Maris. En ik krijg gewoon handdoekjes hier. Dus dat is super fijn. Echt allemaal helemaal goed verzorgd. Dus dan gaan we tegenaan. Vriendinnen nemen nu allemaal yoga vloes met waarschijnlijk 101 toppings, maar ik blijf sterk, ik neem niets, zij nemen allemaal dit, chocola, snoep, ik neem helemaal niets. Kijk even deze potten Nutella en snoep. Oké, stay strong. Yes, het is vandaag vrijdag en dat betekent tijd voor mijn laatste training van deze week. Training nummer 5, dus het gaat zeker lekker. We hebben gisteren allemaal een sportpakje gekregen van Puma. Dus daar gaan we nu, ga ik in trainen natuurlijk. En ik ga jullie zo ook meenemen en laten zien hoe High 45 de studio's eruit zien. Dus let's go! Nou, welkom bij High 45. Mijn collega Sanne achter de camera is vandaag mee om mij te gaan filmen en foto's te gaan maken. Maar ik dacht, het is ook wel een keer leuk om te laten zien hoe High 45 van binnenuit ziet en hoe het gaat. Dus wat we altijd doen is we trainen met 3 stations. Dus een niet gemotoriseerde loopband, een plyobox en hier op de grond met dumbbells of eigen lichaamsgewicht. En eigenlijk wisselen we iedere 45 seconden van oefening. Dus we beginnen bijvoorbeeld met 45 seconden rennen op de loopband. Vervolgens opdruk op de plyobox en dan hier burpees. En meestal doen we dat dan 3 rondes. En dan gaan we door naar een andere oefening. Ik heb nu een moeilijk moment. Want mijn vriend Chris heeft allemaal zakken snack besteld. Ik mag helemaal niks. Maar gelukkig zit er in de oven een pizza. Zo'n maggioni pizza met bloemkool. Dus ik ben heel benieuwd. En ik heb net kiwi muffins gemaakt. Oké, ik heb dus echt iets heel zieligs.
Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om iets lekkers te bakken. En toen vond ik op Instagram een recept van kiwi proteïne muffins. Met amandemeel, appelmoes zonder suiker, kiwi, eiwitpoeder en ei. Dus ik helemaal in mijn nopjes en dat gemaakt. Kom ik er dus net achter dat er echt zoveel calorieën in amandemeel zitten. 590 per 100 gram. Wat dus inhoudt dat ieder mini muffintje, want kijk, ze zijn dus echt best ook. Oké, deze is niet de mooiste, dat geef ik toe. Heel klein. 95 calorieën. Echt, ik ga er zo nog eentje opeten, maar ik denk echt dat ik de rest moet weggooien. Of uitdelen op kantoor, maar kleine, kleine calorieënbommetjes zijn het geworden. Yes, de workout zit er weer op en ik heb even zo'n lekkere proteïneshake gehaald. En dan ga ik nu de stad in met Sylvain, vriendin, even shoppen en naar Lavinia Good Food om te lunchen. Want daar zijn hopelijk heel veel dingen die ik wel mag eten. Dus workout 5 van de 5 deze week is done. Happy weekend! Oké, ik ben dus heel gevoelig voor bonusaanbiedingen. En het is nu Tony Chocoloni in de bonus. Helemaal. En nu hebben ze mensen ook een snoep tussen gelegd. Deze bak is gewoon één grote bak van verleiding. Ik ga de andere kant op. Richting het fruit of zo. Oké, niet nemen, niet nemen. Okay. Nog zo'n bak, hè? Kijk even. Nog zo'n bak. Albert Heijn is vol met verleiding. We hebben deze maand een challenge bij 5:45. En dat is 15 lessen in de maand mei. Omdat ik 24 mei op vakantie ga, ben ik al flink begonnen. En vandaag heb ik het vijfde streepje bij gelegen. Dat betekent 5 lessen in 5 dagen. Let's go! Oké, mijn maag rammelt echt als een gek. Ik heb net een afspraak gehad in de stad en nu zo nog een afspraak. Maar ook even tussendoor wat halen, want met deze lege maag word ik niet echt vrolijk. Nadeel van de challenge. Dus ik ga denk ik maar even een sapje halen. Liefst een muffin of een broodje, maar ik denk dat het een sapje wordt. Het is vandaag zondag en ik heb een lekker ontbijtje gemaakt. Dat heb ik gisteravond al gedaan. Dat is 125 ml amandelmelk gemengd met chiazaden. Dat zijn 2 eetlepels denk ik. En een eetlepel kokosrasp. Dat doe je dan in een glas en dat zet je dan de hele nacht in de koelkast. En dan zul je zien dat het de volgende ochtend dus pudding is geworden. En dat ga ik nu eten met aardbeidjes en bessen. Dus een lekker ontbijtje en een keer iets anders dan de eieren. Die komen inmiddels een klein beetje in mijn neus eigenlijk uit. Dus goed, bon appétit. Kijk, dit is nou leuk. Ik had dit roze spijkerjackje gekocht bij de H&M. En automatisch in de maat 40, omdat ik die maat normaal gesproken had. Dus mee naar huis en hij stond leuk, een beetje oversized. Toen dacht ik, nee, eigenlijk is hij gewoon veel te groot. Dus nu heb ik hem omgewisseld en nu heb ik een maat 36 in plaats van 40. Nou, kijk, dus we kunnen wel zeggen, het werpt zijn vruchten af. Nu hoop ik natuurlijk wel dat dat echt zo is en dat het jasje niet opeens juist heel groot valt. Maar dat gaan we zien. Ik ben in ieder geval heel blij mee. Oké, ik vind zelf dat ik echt een lintje hoor te krijgen voor vriendin van de eeuw. Ik ga nu voor Chris een red velvet taart halen, want die heeft hard gewerkt deze week en die komt straks thuis. En een tip, hier bij Baksels in Amsterdam op de Wilderdijkstraat is hij echt het allerlekkerst. Ik ga nu even kijken of ze hem nog hebben. Vast wel. Hallo! Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. En die geur. Het is jammer dat je geur niet kunt vastleggen op de video, want anders. Ik ben nu onderweg naar E7 in de 9 straatjes, want dan gaan we zo Grazia lezers ontbijt doen. Ze hebben allemaal lekkere dingen klaargezet, maar voor mezelf wordt het een beetje moeilijk. Het is de laatste week van de challenge, maar die croissantjes en die yoghurtjes met granola, die moet ik eigenlijk nog steeds laten staan. Dus dat gaan we ook maar doen. Dus even tanden op elkaar en zo'n kop munthee bestellen. Maar in ieder geval wel heel gezellig om de lezeres van Grazia te ontmoeten. Ik
ben nu mijn lunch voor morgen aan het voorbereiden. En ik heb net een omelet gemaakt met 1 ei en 2 eiwitten. En daar bak ik dan nu wat groenten bij. Courgette, champignon en spinazie. En dat eet ik dan morgen op met kipstukjes en ook nog tomaatjes. En ik kook eigenlijk altijd in kokosolie. Deze is gewoon een hele cheapy one van de Dirk van den Broek. Olijfolie is uit een boze. Ik moet wegzetten eigenlijk. Yes, de Grazia Health Challenge zit er voor mij op. Ik ga zo lekker mijn koffer pakken, want ik ga morgen op vakantie. Na 8 weken lang keihard trainen ben ik helemaal afgebeuld door de trainers van High Studios. Maar met resultaat, want het resultaat is echt verbluffend. Ik zou het liefst van de daken schreeuwen, maar we bewaren de cijfertjes en de aantallen voor Grazia's Body Issue. Maar ik heb in ieder geval onwijs genoten van de afgelopen periode en... Ja, heel blij dat ik dit zo heb kunnen doen met mijn Grazia-collega's. Want die waren toch echt wel de beste stok achter de deur. En ja, superleuk als ik een keer tegenkom bij High Studios. Of als je een keer mee wilt trainen. Dat kan natuurlijk altijd. Ga gewoon even op de site kijken. Ja, want ik kan maar één conclusie trekken. Het werkt gewoon. Het eten was af en toe lastig. Maar oh, de trainingen zijn zo leuk en zo verslavend. Dat ik na mijn vakantie gewoon zeker weer verder ga trainen. Dus... ja, missie geslaagd, test geslaagd, High Studios werkt gewoon. Ik hoop dat je het leuk vond om naar mijn vlog te kijken. En nou ja, wie weet tot in een andere vlog.